Wijzer in Geldzaken en Partners organiseren ook dit jaar weer de Week van het Geld. Wat leuk en goed dat jij studenten in het mbo inspiratie wil bieden over hoe verstandig om te gaan met geld. Door een gastles te geven vanuit jouw expertise. Je zal vast een aantal vragen hebben. In deze video geven we je een indruk van het mbo-onderwijs, de studenten en de do's en don'ts om een goede gastles te kunnen verzorgen. Het middelbaar beroepsonderwijs telt bijna 500.000 studenten. Zij volgen een opleiding in een van de vele sectoren. Denk aan techniek, zorg, ICT, zakelijke dienstverlening, voedsel, groen en gastvrijheid. Waarin zij op een praktische wijze worden opgeleid voor hun beroep. Zo'n 72% volgen dagelijks een BOL-opleiding en zijn gemiddeld tussen de 16 en 23 jaar. De andere 28% volgen een BBL-opleiding. Zij werken 4 dagen per week en zitten 1 dag op school. De leeftijd varieert van 16 tot soms 40 of 50 jaar. De wereld van het mbo is enorm divers. Er zijn ruim 60 mbo-instellingen en er zijn 4 niveaus waarin studenten worden opgeleid. In jouw gastles zit dus ook een diversiteit van studenten. Denk aan vooropleiding, soortopleiding, leeftijd, niveau, lifestyle, sociaal-economische achtergrond en basisvaardigheden. Als specialist op jouw vakgebied heb je kennis over hoe je verstandig om moet gaan met geld, welke verzekeringen je zou kunnen afsluiten en hoe je nu voor je oude dag kunt gaan zorgen. Maar ja, hoe draag je dat nu over op een aantrekkelijke manier? Een gastles wordt gegeven door een gastdocent, zoals Martijn. En je wordt ondersteund door een docent van de school, zoals Jasmin van het Zatkin. En uiteindelijk doe je het voor studenten op het mbo. Deze studenten zitten in verschillende klassen met verschillende niveaus. Wat gebeurt er nou in zo'n klas? Ja, mijn klas is heel divers. Dus van alles wat. In Rotterdam natuurlijk, multicultureel. Vind ik heel erg fijn. Gewoon jezelf zijn. We accepteren elkaar, we kunnen goed omgaan met elkaar. Ja, we maken het gewoon dagelijks gezellig voor onszelf. Ene keer zijn we heel rustig, andere keer zijn we heel druk met elkaar en andere keer zijn we echt heel leuk met elkaar en af en toe spelen er wel discussies. Je hebt straks dus te maken met verschillende type studenten en een diverse dynamiek in de klas. Hoe ga je daar nu mee om? Wat kan je beter niet doen bij de gastles? Ik heb 1 gastles gehad. Die gastles vond ik iets minder interessant, omdat het meer leek op iemand die gewoon wou zenden. Van die oude mannen die dan een beetje zo statig staan lopen te vertellen van dit en dat en weinig doen. En dan zit je daar maar een beetje heel zielig te luisteren en dat sla je dan niet op. Oké, niet te veel praten en vertellen, want dan raak je ze al snel kwijt. Maar hoe dan wel? Als ik je een tip zou moeten geven over een gastles, zorg dat je echt met passie spreekt over hetgene waar je het over hebt. Zeg maar, geef ook aan waarom je het leuk vindt. Geef aan waarom jij daarin bent gekomen. Je bent natuurlijk nieuw en het belangrijkste is de big smile, de warme welkomst. Begin daarmee. En houd het persoonlijk en niet te zakelijk, oftewel niet te commercieel. Spreek mensen aan. Zeg maar, doe interactief bezig zijn. Dat is toch wat, dan blijft wat makkelijker de aandacht hangen dan dat je alleen maar klakkeloos gaat vertellen. Vertel over jezelf. Waarom wil je dit gaan doen? Wat heeft jou geïnspireerd om gastdocent te worden? Wat waren jouw blunders in de praktijk? De meeste inspiratie die je op van een docent die gewoon passievol en met zijn vak bezig is en die dat op een leuke manier weet te brengen met anekdotes, met mooie voorbeelden en die het tastbaar maken voor jezelf. Die denkt van, ah ja, zo zit het, gaaf. Nou ja, als het onderwerp leuk is, dan denk ik wel, ja, prima. Ligt ook aan wat ze doen in de gastles. Gewoon een doen-ding, dat lijkt me interessanter. Dat je opdrachten krijgt, dat ze dan bezig kunnen zijn. Dat is wat studenten meestal wel fijn vinden, bezig zijn. Maak een gastles dus persoonlijk. Varieer met werkvormen en zorg voor een goede interactie met de student. Tijd voor de voorbereiding. Waar begin je met een gastles? Bij een gastles weet je eigenlijk altijd dat die is aangevraagd door een docent. En meestal bel of mail ik de docent van tevoren ook nog even met het idee van, nou, spelen er misschien op bepaalde zaken in de groepen. Zoek dus van tevoren contact met de docent waar je jouw gastles gaat geven. Maar hoe bereid je je voor op onvoorziene zaken? Hoe hou je bijvoorbeeld orde in de klas? Het is wel een zaak, vind ik, dat je altijd een docent hebt die gewoon met de klas en die de klas ook kent, dat je dan voor zo'n groep staat. Op het moment dat je helemaal los wordt gelaten, dan moet je wel heel stevig in je schoenen staan, vind ik. Want ik denk niet dat de gastdocent gelijk gaat corrigeren of dit zijn mijn regels en dat is even lastig. Dat ligt aan de binding met de klas. Je staat er dus nooit alleen voor. Waar je in je voorbereiding ook rekening mee kunt houden is, wat als er bijvoorbeeld geen reactie komt vanuit de student?
Nou, dan is het soms wel lekker, zeker als je dat hebt voorbesproken met een docent, dat die misschien voorbeelden kan geven uit de beroepspraktijk. Of wetende dat dat ook misschien wel speelt bij de medestudenten. Filmpjes bijvoorbeeld, hè, laten zien van andere voorbeelden, wil ook nog wel eens helpen. Soms wil een hele scherpe stelling ook nog wel eens, die misschien met een gestrekt been ook is, of heel confronterend is, of echt een beetje absurd is. Ja, dat wil ook nog wel eens een keer helpen om reacties los te krijgen. Mijn gouden tip is, wees jezelf. Dat is het belangrijkste. En het is heel belangrijk dat je het leuk vindt om met jongeren om te gaan. Je hebt nu een beeld van hoe het mbo-onderwijs eruit kan zien en hoe je jouw gastles tot een succes kan maken. Hier nog een belangrijke tip. Neem van tevoren altijd contact op met de school en de docent. En stem de praktische zaken af, zoals het tijdstip, lokaal en faciliteiten. En het belangrijkste, weet wat je komt doen. Wees jezelf en maak contact met de studenten. Succes en veel plezier. Heb je nog inhoudelijke vragen over je gastles? Neem dan contact op met de gastlessencoördinator binnen jouw eigen organisatie. Meer informatie over de Week van het Geld en het geven van gastlessen vind je op weekvanhetgeld.nl/gastles/gastdocent.